En dat betekent dus van harte welkom iedereen. Ik zie een mooie presentatie van Ronald de Zoete, die trapt af. Die gaat jullie meenemen naar de wonderwereld van olie natuurlijk. En Menko die haakt daarop aan met een mooie optieconstructie waarschijnlijk. En nou, Ronald is nog steeds een beetje in de warm lopen, zie ik. Ja, letterlijk. Letterlijk en figuurlijk. En nou, ik zou zeggen, Ronald en Menko, veel succes. Dames en heren, en veel plezier. The floor is yours, gents. Ja, en mag ik nog even een kleine aanvulling geven, Jan-Robert, op het moment dat je een vraag hebt aan alle deelnemers, of ze die dan niet in de Q&A willen zetten, maar die vraag wel willen zetten in de chat. En dan even aanvinken to all panelists and attendees. Ik heb het zojuist trouwens verkeerd gedaan. Ik wou iedereen even welkom heten. En toen deed ik het richting all panelists. Maar het moet eigenlijk hier zijn. Degenen die dus nu in de chat kijken, die zien dat ik iedereen goedemiddag allemaal welkom heet. En als je daar die vraag stelt voor de presentatie van Ronald, dan zal ik hem interrumperen en dan die vraag meteen aan hem voorleggen. En dan hebben we een leuk interactief webinar gaan verzorgen. Ja, helemaal goed. Nou, dan is dat mooi. Nou, Melko, ik denk ongeveer 25 minuutjes en dan schakel ik naar jou over. Goed? Ja, top. Oké. Nou, welkom allemaal voor de mensen die nu zijn aangeschoven. We gaan het hebben over olie. We gaan het hebben over een aandeel waar Menko straks wat optieconstructies op gaat zetten en ik wil jullie wat uitleggen over het 1, 2, 4, 8-principe, omdat ik denk dat dat voor beleggers heel erg veel kan helpen. Ik heb er ook wel wat op gepost regelmatig, krijg ook veel vragen erover. Dus ja, misschien kun je daar je voordeel mee doen. Maar laten we eerst eens even gaan kijken naar de oliemarkt, wat er allemaal aan het gebeuren is. En zoals jullie wel weten, denk ik, is de olieprijs hard gestegen. Daar kom ik zo nog wel wat verder op terug. Maar ik ga eerst even langs alle factoren die een rol spelen bij die vorming van de olieprijs. Nou, waar ik mijn cursor beweeg, hè, dat is, ik begin altijd bij Biden. Weinig nieuws rond Biden, maar toch heb ik zeg maar een neerwaarts effect op de olieprijs gezet vanwege Biden. Dat is eigenlijk omdat hij natuurlijk heel erg groots inzet op die groene energietransitie. En daardoor, zeg maar, is de algemene opinie zeg maar aan het verschuiven. Dat zie je dan ook, hè. En misschien heb je dat ook meegekregen. Ik denk dat ik dat ook gepost heb. Is dat ongeveer 35 miljard aan belastingvoordeel, zeg maar, wat normaal zeg maar per jaar naar de fossiele industrie gaat, op de wip zit. Nou, dat zou dus weer een flinke tegenvaller zijn voor die schalieolieproducenten in Amerika. Dus dat is de reden eigenlijk dat ik. Ik zit even te kijken, jongens. Hebben jullie wel een groot scherm? Zo, hè? Beter. Dus dat is de reden, zeg maar, dat die pijl hier omlaag staat. Nou, de olieprijs die gaat omhoog. En waarom gaat die olieprijs omhoog? Hè? Dat ben ik nu aan het uitleggen. Laten we eens kijken naar de raffinaderijen bijvoorbeeld. Als je een raffinaderij hebt, dan maak je natuurlijk verschillende componenten. Hè? Van bitumen helemaal beneden, hè? Waar het asfalt van wordt gemaakt. En dan ga je naar stookolie, en dan ga je naar een lichtere component diesel. En dan ga je naar nog een lichtere component. En dan ga je naar uiteindelijk zeg maar kerosine aan de top, hè, met LPG zeg maar. Dat komt dan helemaal zeg maar bovenaan zeg maar, hè, door die schotels. Want in die staven die hier allemaal zitten, daar zitten allemaal schotels. Hè, doordat zeg maar de olie wordt gekraakt zeg maar onder hoge temperatuur, hè, condenseert het op een bepaald niveau. Krijg je een wat zwaarder afvalproduct. Maar hoe hoger je in die toren komt, ja, hoe hoger die temperatuur. Hoe lichter zeg maar de producten die je krijgt. En hoe lichter de producten die je krijgt, hoe meer waarde die producten vaak hebben. En dan worden ze ook nog ontzwaveld en zeg maar zo geschikt ma gemaakt, zeg maar, vaak voor transportdoeleinden. Maar omdat die raffinaderijen zeg maar nu hard lopen, zeg maar boven de 90%, hè, ze lopen zelfs harder zeg maar dan voor de coronacrisis, hebben ze ook veel olie nodig. Ze hadden gedacht, zeg maar, met het atoomakkoord dat er zou komen, zeg maar, midden juni, omdat ze verwachten eigenlijk dat er een akkoord zou komen voor de verkiezingen in Iran, dat er extra olie van Iran op de markt zou komen. En dan krijg je dus meer aanbod. Hè. Dan praat je tussen nou ja, in ieder geval in de komende 2, 3 maanden zou je hebben gesproken van een extra 500.000 tot 1 miljoen vaten extra per dag aan olie. En dat zou dan een neerwaarts effect moeten hebben op die olieprijs. Maar dat is niet gebeurd.
De Iraanse verkiezingen zijn gebeurd nu. We hebben nu weer een hardliner, zeg maar, aan de top staan van Iran. En die heeft alweer aangegeven dat hij wil wel een akkoord, maar eerst moet Amerika maar eens een zet doen. Dus ja, wat dat betreft is dus, zeg maar, geen Iraanse extra olie op de markt gekomen. Moeten al die raffinaderijen toch opeens wel dat volume gaan kopen? Want ze hadden, zeg maar, wat contractuele partijen, die hebben ze afgezegd, zodat ze eigenlijk goedkoop wilden gaan kopen in die oliemarkt, zeg maar. Maar omdat het atoomakkoord niet door is gegaan, zijn die prijzen juist omhoog gegaan op de oliemarkt. En nu moeten ze dus versneld, moeten ze dus op die spotmarkt kopen. En dat is dus waarom je die olieprijs de afgelopen week zo hard omhoog ziet gaan. Vandaar ook het pijltje omhoog. Nou, daar hebben we nog OPEC Plus. Ja, OPEC Plus is eigenlijk precies hetzelfde verhaal wat het al weken en maanden is. Ze hebben gewoon bepaalde afspraken gemaakt hoeveel er geproduceerd mag worden. En dat gebeurt nu nog steeds. En daardoor zie je dat, en daar laat ik zo meteen het tabelletje van zien, dat die olievoorraden in Amerika steeds verder omlaag gaan. Ja, en dat betekent ook eigenlijk dat OPEC niet bang is dat de prijs in elkaar zal storten. Nog sterker, elke maand, zeg maar, dat er minder wordt geproduceerd dan gevraagd, kan de olieprijs verder omhoog. Nou, hier, zeg maar, die verkiezingen, met name in Iran. Ja, men is niet. Men wist dat ze, zeg maar, wel deze meneer kregen en dat de verkiezingen eigenlijk geen echte verkiezingen waren en heel veel mensen niet gestemd hebben en eigenlijk geen alternatief hebben. Maar goed, het doet in ieder geval dat akkoord, zeg maar, het atoomakkoord in ieder geval ervoor zorgen dat dat vertraagt. En daardoor gaat die olieprijs omhoog, zoals ik dat net al toelichtte. Nou, dus qua spanningen, zeg maar, militair gezien, daar is niet echt veel over te melden in het Midden-Oosten. Dat is op dit ogenblik niet dat ik weet. Nee, dan heb ik het niet over Syrië en dat soort, maar meer over Saoedi-Arabië en Iran en de Palestijnen en Israël. Dus ik heb daar maar eventjes gezegd, dat heeft niet zoveel impact. De vrachttarieven hebben nu ook niet zoveel impact, want ja, die gaan pas zeg maar stijgen op het moment weer dat er extra productie van OPEC komt en het Iraanse volume op de markt komt. En de olievoorraden die zijn week na week zijn die gedaald en daardoor gaat die olieprijs omhoog. Ja, dus als je kijkt naar heel dit plaatje, zie je eigenlijk dat ik overal bijna zeg maar pijltjes omhoog heb. En dat is ook de verwachting die ik heb van die olieprijs, dat die blijft stijgen. Dus als je kijkt naar die die olievoorraden, hè, dan zie je dus een tabelletje, zeg maar, vanaf april tot en met, zeg maar, nu juni, waar we nu ongeveer zitten. En dan zie je dus dat OPEC Plus, hè, dat die gewoon doet wat ze heeft gezegd. En je ziet dan ook het resultaat. En eigenlijk kun je zien dat er vanaf begin mei eigenlijk al vrij consequent af werd gebouwd. Maar je ziet met name de laatste 3 weken, zie je dus behoorlijke volumes die, zeg maar, van die olievoorraad steeds afgaan. Dus we zitten nu ongeveer op het 5-jaar gemiddelde van 460 miljoen vaten. En gaat het daaronder, dan is dat alleen maar een extra voedingsbodem voor hogere olieprijzen. Zeker wanneer het straks weer kouder gaat worden. Of na de coronacrisis de mobiliteit in de wereld sterk gaat toenemen. We zien al dat het vliegverkeer behoorlijk zwaar toeneemt in Amerika. Dat gaat ook in Europa gebeuren als alle codes zometeen op groen gaan, of in ieder geval met ofwel, zeg maar, zonder bewijs van coronavaccinatie of een negatieve test. Dus we verwachten dat er veel olie extra gaat komen als vragen in de komende tweede helft van 2021. Goed, dan kijken we weer eventjes wat verder. Ja, het is natuurlijk wel een kartel, hè, OPEC Plus. Dus op zich juridisch verboden, maar ik heb het al een paar keer uitgelegd. Zolang olie in dollars wordt afgerekend, is eigenlijk helemaal er niet iemand op tegen, met name de VS niet. Maar wat wel grappig is, ik heb dit even geplukt van mijn eigen site, hè, is dat nu, zeg maar, dit is een bericht van, zoals je ziet, hè, van 16 juni, dat nu opeens Saoedi-Arabië ons gaat waarschuwen dat zeg maar de prijs omhoog kan gaan, omdat de oil majors te weinig in exploratie stoppen. Nou, dat is natuurlijk wel heel raar. Dus je zit zelf die markt kunstmatig te verkrappen. En dan zeg je, jongens, pas op, want de olieprijs kan wel eens over die $100 gaan. En dat is eigenlijk dan de schuld van de oil majors. Nou, volgens mij is de schuld helemaal iemand anders. En de oil majors die produceren wat ze kunnen, zeg maar, uit hun velden. Maar wat gebeurt hier nou? Eigenlijk zegt Saoedi-Arabië gewoon hier van, nou ja, als die prijzen straks over die $100 per vat gaat, hè, wij hebben jullie gewaarschuwd. Terwijl uiteraard zijn zij gewoon zelf daar schuldig aan. In ieder geval schuldig, dat is een negatief woord, maar zij zijn er wel debet aan. Zij hebben de productie beperkt met maar één doel, die olieprijs flink omhoog te jagen.
Ja, en op een gegeven moment gaat het natuurlijk pijn doen. Hè? Ga je richting die $100. Dan zeggen ze, ja, weet je, dat is niet onze schuld. Wij doen gewoon wat we moeten doen. We produceren weer op een normaal niveau. Hè? Maar het komt omdat die oil majors zo weinig in, zeg maar, olie- en gasvelden investeren. Nou, dat laatste stukje is natuurlijk ook zo. En dat komt met name door de recentelijke uitspraken. Hè, dat iedereen, zeg maar, zo aangesproken kan worden op haar CO2-uitstoot. En Shell is het eerste slachtoffer daarvan geworden. Maar andere oil majors, die gaan natuurlijk nu ook niet zwaar in olieproductie investeren. De enige uitzondering erop is ExxonMobil, die in Guyana, zeg maar, heel veel gaat investeren. Maar dat komt omdat de break-even kosten daar tussen de $25 en $31 per vat liggen. Nou, je kunt je voorstellen met, laten we zeggen, dat de komende jaren, 2-3 jaar... olie, zeg maar, rond die $60, $65, ja, dan wordt dat een gigantische cash cow. Vandaar zie je ook dat het aandeel ExxonMobil weer gisteren ook weer opnieuw behoorlijk stijgt als de olieprijs ook weer stijgt. Maar je ziet dus eigenlijk, wat ik wil laten zien, is dat het kartel echt boter op zijn hoofd heeft. En de vraag is natuurlijk van hoe ver kan die olieprijs stijgen voordat, zeg maar, de wereldeconomie daar last van krijgt. Maar omdat, zeg maar, Saoedi-Arabië en die OPEC-landen allemaal geld heel hard nodig hebben, verwacht ik dat de olieproductie gewoon toch beperkt zal worden. Ook al gaan ze wat omhoog. Al was het maar dat ze, zeg maar, toch een hogere olieprijs willen hebben. Omdat een 5%, zeg maar, lagere output dan dat ze zouden kunnen, in principe tot een 10-15% hogere olieprijs uitrekent en resulteert. Dus qua omzet ga je dan toch omhoog. Dus is het eigenlijk qua kartel, en daarom zijn ze ook verboden, kun je met een hele kleine koerswijziging, dat je zorgt dat net even iets te weinig wordt geproduceerd, een enorme prijsverhoging bereiken. Dat is echt de reden waarom kartels verboden zijn. En je ziet nu ook het effect dat eigenlijk, ja, ze draaien natuurlijk wel wat zachter dan ze zouden kunnen. Maar ja, je ziet dus dat die olieprijs dus 20% omhoog gegaan is in dit jaar. Dus het heeft gewoon heel veel effect. Dus ik verwacht daarom ook gewoon dat OPEC Plus gewoon doorgaat met wat ze doet. En dat die olieprijs verder blijft stijgen op die basis. Nou, vind ik dat alleen? Of ben ik dat alleen van mening? Nou, dit is eigenlijk een berichtje wat ik geplaatst heb, hè, over die Bank of America een paar dagen geleden. Waar gaat het om? Zij zeggen de olieprijs gaat naar $100 per vat. Nou, ik zelf ben daar wat minder van overtuigd. Ik denk dat 80 al een hele horde is. Maar de verwachting is inderdaad met het huidige OPEC-beleid, dat heb ik ook in het rood gezet hier, dat er een tekort zal zijn van ongeveer 700.000 tot 900.000 vaten per dag. En dat is best wel veel, hè, want dat moet je dan eigenlijk keer 7 doen. He, dat is het aantal dagen wat er in een week zit. Dus dan zou je toch weer op een afname per week komen van 5 tot 6 miljoen vaten. Dus dan gaan die olievaten in Amerika best hard omlaag. Dus ja, ook dit geeft mij wel het geloof aan. En dan met name de getallen. Dat inderdaad die olieprijs nog verder omhoog kan. Oké, nou dan even het volgende. Mag ik even tussendoor? Want ik zie hier een opmerking van Peter. Die zegt, in lijn van jouw verhaal, dus een future op de olie kopen is interessant. Ja, laat ik eerst zeggen, ik doe nooit iets met futures, omdat ik het zo eng vind, zeg maar, qua resultaat, zeg maar, het risico, omdat die hefboom zo vreselijk groot is. Ja. En zelf zou ik dan zeggen, kies dan voor een hefboomproduct. Hè? Dus bijvoorbeeld een sprinter noemen ze dat, of een spieler. Ja. Ja. Neem die dan long. Hè? En daar zit de hefboom, kun je kiezen, hè? Tussen de 2, zeg maar, en de 20. Ja. En daar kun je dan mee profiteren. Want dat is nog iets minder hectisch qua financieel resultaat als een future. Want gaat het de andere kant op, dan ga je met een future gaat het heel hard. En dan zou ik eerder, zeg maar, een product kiezen als een hefboomproduct. En dan met een hefboom van 10 of zo. En dan een longpositie kopen op bijvoorbeeld die WTI olie. Dat zou ik eerder doen. Maar het kan wel met futures. Maar ja. Ik ben er een beetje altijd bevreesd, omdat als het omslaat, dan ben je ook snel bijna al je geld kwijt. En dat vind ik als een zonde. Ja, duidelijk. Ja, dus, maar goed, dit is dus dit is even de grafiek van de afgelopen maand ongeveer. Beginnend met, we zien, we zitten hier in mei, juni, ongeveer een maandje, anderhalve maand. En we zien eigenlijk dat het, even hier bleef het eigenlijk gelijk. Dan zien we toch, het komt allemaal wel met Iran goed. En dan zie je eigenlijk, we wisten hier al dat het best wel, toen had je ongeveer nog 3 weken de tijd, het werd al krap. En je ziet al hier dat het allemaal eigenlijk ingecalculeerd was. En eigenlijk, je kan er bijna lineaal, zeg maar, overheen trekken. Hè. Dit is even een dipje. Je ziet een hele rare dag was dat die ertussen zat. Hè. Maar voor de rest kun je gewoon hier een rechte lijn doortrekken. Dus die trend, die opwaartse trend, die is nog steeds
intact. Hè? En dit is de WTI-prijs voor de mensen die niet helemaal in olie zitten. De WTI-prijs is de Western Texas Intermediate. En de Brent, dat is de Europese olie. Maar ik kijk altijd naar de WTI. Ten eerste is het verhandelde volume daar groter en wordt daardoor ook als benchmark gezien in heel die wereld. Oké, nou welke aandelen en potentie heb ik ook maar eventjes van mijn eigen site gehaald, even met jullie te delen. Ik vond het wel een mooi plaatje. Nou ja, wat zie je nu eigenlijk in dit kwadrant? Het zijn 4 kwadranten. Ik moet Jan Schotsman moet ik complimenteren, want die maakt voor mij altijd deze mooie overzichten. Maar wat het zegt, zeg maar, je hebt links begin je met, sorry, misschien rechtsonder beginnen makkelijker. Hier, dit zijn zeg maar de aandelen die zwakker worden. Dit zijn de aandelen lagging, betekent die achterblijven. Dit zijn de aandelen die beter worden. En dit zijn de aandelen, daar zijn we in geïnteresseerd, de leading aandelen. En daar kijk ik dan eventjes naar zeg maar, de meest voorkomende grote oil majors. IMO, Murphy, Hess, Amerada Hess en ExxonMobil. Het is een plaatje van een paar dagen geleden. Ondertussen is XOM zeg maar, van weakening gewoon weer naar leading toegegaan. Murphy is ook weer gestegen. Ja, eigenlijk al die olieaandelen die stijgen nu mee. Wat wel logisch is eigenlijk ook met die olieprijs. Dus ja, dit is eigenlijk een goed visueel plaatje van hoe die olieaandelen het op dit ogenblik doen. Waarvan ik altijd wel zeg van als je dan instapt, stap in plukjes. Ga niet als je zeg maar €1000 hebt, denk van nou, ik ga nu voor €1000 aandelen kopen, olieaandelen. Koop gewoon een derde of zo. En koop pas het volgende plukje bij als de eerste pluk op ongeveer 15% winst staat. Zo voorkom je dat je nu instapt en stel dat opeens iets gebeurt wat we allemaal buiten onze controle afspeelt. Dat je opeens met aandelen zit met een gemiddelde prijs hè, van vandaag. Terwijl je eigenlijk beter in plukjes had kunnen kopen, dan had je het wat kunnen staffelen naar beneden. Dus gestopt. Oh, dan mag ik even tussendoor? Want dat is het voordeel op het moment dat je co-host van jou mag zijn. Dan hoef ik geen vragen in de chat te stellen, maar dan mag ik die gewoon rechtstreeks aan jou zelf stellen. Ik vind het eigenlijk wel opvallend dat Koninklijke Olie, waar denk ik ook de meeste mensen vanuit dit webinar, of nou laat ik even voor mezelf praten dan, meteen aan denken als we olie gerelateerd aan het kijken zijn, dat die toch in het linker onderste kwadrant aan het aanwezig is en niet naar boven toe gefietst is. Nou, heb je daar een verklaring voor? Nou, bescheiden verklaring hoor. Maar ik denk wat er speelt is twee zaken. Ten eerste heeft natuurlijk Shell, en staat u nog een beetje in een negatief daglicht ten opzichte van die uitspraak die is gedaan, door de milieubeweging, dat ze dus versneld hun CO2-uitstoot moeten terugbrengen in 2025, dacht ik. In ieder geval moeten ze daar hard aan gaan werken. Maar goed, daarvan heeft Shell al gezegd, wat er ook gebeurt in hoger beroep met die uitspraak, we gaan toch die CO2-conform, de uitspraak die er nu voor ligt, gaan we ons CO2 beperken. Hè? Daar zijn ze nu hard mee bezig. Dat hebben ze gedaan met dat Portos-project, waar ze ondergrond CO2 gaan opslaan. En ze zijn bezig nu, gisteren in de krant, met een groot Noors windpark. Ja? Dat met een consortium om daar zeg maar succesvol te zijn. Dus, maar goed, er zit iets meer negativiteit rond het olieaandeel Royal Dutch dan andere olieaandelen. Vandaar dat ze wat achterblijven. En misschien als je dat ziet ook rechtsboven, dan valt je misschien op. Dat zijn ook allemaal Amerikaanse oliebedrijven die het daar rechtsboven goed doen. En waarom is dat? Omdat die oliemaatschappijen in Amerika, die hebben veel meer olie in portefeuille. Kijk, Shell heeft, ik durf het niet hardop te zeggen, maar ongeveer 50-50 gas olie. Terwijl de Murphys, die zitten op 80% olie of hoger. ExxonMobil zit ook hoog in olie. Hess zit ook hoog in olie. Dus ja, als dan olie omhoog gaat, dan wordt dat ook extra beloond. Dat is eigenlijk de reden, denk ik. Ja, en als we dan toch even over Koninklijke Olie praten, of over Shell in ieder geval. Bart, die zet hier op de chat een opmerking. ABP is bij Shell ingestapt en daar was nogal wat gedoe over, zegt hij. Ja, nou ik weet niet wat het gedoe is, maar waarschijnlijk is het gedoe dat Shell dan wordt weggezet als de boze zwarte olieproducent. Terwijl als je kijkt wat ze daadwerkelijk doen, hè, je kijkt naar waterstofprojecten, windprojecten, zonneprojecten, de CO2 als enige met ExxonMobil in Europa in de CO2-onderslag, ondergrondse opslag, dan is, vind ik dat helemaal onterecht dat je niet in Shell zou investeren, want dat is wel het bedrijf wat ons gaat helpen aan waterstof. Daar ben ik van overtuigd. Maar goed, als mensen dat vinden, dan mogen ze dat vinden. En ik heb altijd al gezegd, binnen 1-2 jaar is heel dat imago gewijzigd. En dan wordt opeens Shell omarmd als de grote waterstofvriend. Dus dat heeft alleen tijd nodig.
Ja, duidelijk. Ja? Maar ik kom zo even nog op Shell aan, hoor. Ik had die vraag wel ook een beetje verwacht. Nou ja, weet je, ze zeggen altijd in beleggingsland, de trend is your friend. Hè. Dit is dan wat ik op mijn eigen website al gezet had, die op 21 juni. En dat, toen heb ik gezegd, oké, als het boven die 72,50 gaat, die WTI, moet je weer bijkopen. Hè, want we zitten in een opwaartse trend. Nou ja, dat is ook gebeurd. Hoe kan jij, want daar zitten we natuurlijk hiervoor met beleggers, hè, zitten we, hoe kun je nou geld verdienen? Ik heb het al een paar keer op de site gezet. En ja, ik geef gewoon, hè, dus één op één, gewoon wat vandaag. Dit was om 10 uur vanochtend mijn portefeuille met Royal Dutch. Dus ik zal het plaatje wat je nu hebt, dat ga ik nu eventjes in een ander plaatje even gieten, zodat ik het even kan uitleggen wat nou die 1, 2, 4, 8 principe is. Dit was de situatie vandaag om 10 uur, 23,6. Wat ik doe om in te spelen, hè, dus niet een future of een hefboomproduct, maar ik speel in op het aandeel Royal Dutch, omdat ik denk dat het achterblijft, ondergewaardeerd is. Nou, wat heb ik gedaan? Dus wat doe ik? Ik neem lange termijn call opties. Daar kan Menko je straks alles van vertellen. En die heb ik op 2024 genomen, op 2021 en op 2022. Met ook verschillende uitoefenwaarden, zoals je ziet. 12, 17, 18. Maar dat is nu even niet belangrijk. Dat vond ik toen destijds de beste opties. Maar het gaat erom wat ik gedaan heb. Ik heb call opties genomen met relatief een expiratiedatum op de lange termijn. Dus daarmee, hè, vandaag creëerde ik een winst van ongeveer €1680. Dat heb ik ook hier neergezet. Maar waar het om gaat is met dat 1, 2, 4, 18 principe, is dat je je winst beschermt en dat je niet gaat voor de maximale, nou laat ik ze zeggen, ja, maar voor de optimale winst. En optimaal, dat noem ik eigenlijk tussen goed slapen en toch goed verdienen. Nou, wat doe ik dan? Als je kijkt hieronder, dan zie je dat ik ook allemaal put-opties gekocht heb. Maar die hebben allemaal maar 1 maand aflopen. Juli 21. Ja, dus allemaal binnen 4 weken aflopen. Dat is dit. Daar heb ik een verlies gemaakt van €860. Dus vandaag, door het toepassen van die 1, 2, 4, 8 principes, zoals ik dat zelf dan noem, zie je dat ik uiteindelijk, ik heb geen €1680 gemaakt, hè, had ik alleen maar call opties gekocht, had ik vandaag €1680 gewonnen. Nee, dat heb ik niet gemaakt. Ik heb een winst van €1680 min €860, hè, dus ongeveer €800 vandaag verdiend door deze constructie. Dus het is geen maximale winst, maar het is voor mij een optimale winst. Want ik heb 2 dagen geleden ook op mijnbelegger.com laten zien dat toen Shell 4% omlaag ging, dat was dus maandag, dat ik geen geld verloren heb. We hadden precies kiet gespeeld. En dat is het mooie van zo'n principe, is dat je jezelf gewoon af en toe wat winst pakt en daarmee je huidige winst probeert vast te houden. En je kunt zelfs, je ziet dat in het systeem, als de koers van het aandeel gewoon weer sterk door blijft stijgen, blijf je nog steeds elke dag weer geld pakken. Nou, laat ik het dan over zo zien. Ik zal het even 1 keer kort even uitleggen nog, gezien de tijd. Nou, dat gaat nog net. Dus wat je doet, stel je hebt geld, dan koop je een plukje aan call opties Royal Dutch. Dan wacht je tot de prijs van de optie met 10%, zeg maar, jouw rendement is gestegen. Pas dan koop je plukje 2. Gebeurt dat niet, dan blijf je altijd met plukje 1 zitten. Laat dat even duidelijk zijn. Maar stijgt die koers dan zeg maar naar nummer met 10% of meer, dan koop je een tweede plukje. Alleen je koopt dan niet zeg maar voor, net zoals in het eerste bedrag waar ik mijn cursor beweeg, het eerste plukje kocht je voor €250 call opties. Nee, dan koop je een dubbele. Dan koop je voor 500. Nou, dan wacht je weer. Wat gebeurt er? En dan als de derde keer komt, dus daarom heet het ook 2, 4, 8, hè, steeds dubbele. Dus dat is 250, 500 en dan 1000 bij de derde. Dus bij de derde keer, dus dat je hebt de eerste pluk gekocht, dat is de eerste keer. De tweede pluk koop je na 10% stijging. De derde pluk koop je ook weer, dat die nog verder 10% doorstijgt. Dan koop je dus voor €1000. Hè? 250 eerste pluk, het dubbele, 200, 500 in de tweede pluk, 1000 in de derde pluk. Dan heb ik dus al een mooie winst opgebouwd. En vanaf die derde plek, hè, die derde pluk zeg maar, want dan heb ik totaal 1000 plus 500 plus 250, heb ik €1750 geïnvesteerd. Dan ga ik minimaal de helft omzetten naar put-opties. En dat is echt maar wat ik hier laat zien in het plaatje. Dit zijn dan die put-opties die ik koop. En dat doe ik om een stukje van mijn winst, zeg maar, veilig te stellen. Ja, het voordeel van deze systematiek is dat als je in plukjes koopt, hè, dat je niet in 1 keer
zeg maar vandaag de koers van vandaag hebt, maar dat je een beetje spreidt over de verschillende momenten. En ten tweede bescherm je een stukje van je winst. Dus dit was zeg maar het plaatje weer van vandaag. Dat is gewoon een kopietje van de vorige. Ja, ik heb vandaag inderdaad geen 1680 winst gemaakt. Ik heb wel verlies gemaakt op mijn put-opties, maar in totaal maak ik gewoon winst. Dus voor mensen zeg maar, die zeg maar, wel rendement willen maken, maar niet te nerveus willen worden hè, van koersuitslagen, is dit een principe wat goed werkt. Nou, heb je hier meer vragen? Je kan gewoon op oilexpert.nl bij het zoekglas gewoon het 1, 2, 4, 8 principe invullen. Dan krijg je daar informatie over. En wil je er nog meer over weten, dan kan je mij gewoon een mailtje sturen naar info@oilexpert.nl. Dit principe kun je voor elk aandeel kun je dat gebruiken. Als je maar weet hoe het werkt. Het is allemaal niet moeilijk. Mij heeft het heel veel geld opgeleverd. Er zijn marktsituaties wanneer het niet zo... Nou, nee, stelt, dan kan het zelfs verlies opleveren. Dat is als een markt helemaal kabbelt, bijna niks doet. Maar ja, juist bij een olieaandeel, zoals dat nu is... Hè, want je maakt ook winst, hè, want anders zou je nooit pluk 2 kunnen aanschaffen. Want ik heb het al uitgelegd, je mag pas de tweede pluk kopen als je op 10% zeg maar winst zit. Dus zit het aandeel, van, koop je het vandaag en gaat het morgen omlaag... dan is eigenlijk het enige wat je gekocht hebt hier is €250. Dus dat is een relatief klein bedrag... waar je ook maar dan een relatief klein verlies op maakt. Maar dit is dus het principe wat je eigenlijk moet gebruiken... wanneer jij gelooft dat aandelen omhoog gaan... en wanneer een aandeel in een opwaartse trend zit. Goed, dus het is eigenlijk niks anders dan call-opties kopen op de lange termijn... en dan put-opties kopen op de korte termijn. Goed, nou waarom geloof ik dan in het aandeel Shell? Nou, moet ik even de tijd in de gaten houden. Oké. Nou, ik heb het even aangegeven. Waarom denk ik dat Shell omhoog gaat? Ten eerste zijn ze nu hard bezig om hun netto schuld te verlagen van de 72 richting die 65 miljard. Nou, dat kan nu ook omdat die olieprijzen dus alweer stukken hoger liggen dan in het eerste kwartaal. Hè. In het eerste kwartaal zaten we al bijna, nou laten we zeggen, $10 per vat lager. Daarbij is de LNG-prijs in Amerika van 3 naar $3.2 per miljoen BTU gestegen. Dus dat is ook extra geld, hè, want er zit ongeveer 50% van de portefeuille van Shell zit in aardgas. Dus dat aardgas duurder wordt, dat tikt ook lekker mee. Plus, en dat heb ik ook, dacht ik net even op de site van mijnbelegger.com gezet, ze verdienen dit kwartaal ook goed aan hun chemicaliën. De halffabrikaten, zeg maar, die de chemische industrie afneemt. En met name komt dat omdat er zoveel vraag is naar halfproducten die gebruikt worden voor reinigingsmiddelen voor corona. En als derde, wat ook belangrijk is, hè, is zeg maar even naast die 65 miljard, hè, is dat ze dus beloofd hebben bij hun vorige aandeelhoudersvergadering, dat als ze bij die 65 miljard zitten als schuld, dat er extra aandelen ingekocht gaan worden. Nou, een extra aandelen inkoop betekent ook dat de koers van Shell omhoog gaat. En het laatste dan waarom ik denk dat het tweede kwartaal ook heel goed gaat zijn, is omdat de raffinaderijen, dat liep toen zeg maar in kwartaal 1 tussen de 73 en de 81% doorzet, dat ligt nu al boven de 90%. Dus ja, eigenlijk als je naar alle onderdelen kijkt van Shell, dan zal misschien raffinage het nog het minst goed doen, maar de rest doet het echt heel erg goed. Nou, dit kun je rustig nog even nalezen, het wordt allemaal opgenomen. En dan mag je je eigen conclusies trekken of ik, nou, of ik gelijk heb of niet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval weet je dan waarom ik dit denk. Goed, dat was even genoeg over Shell. Ik wil nu even naar een aandeel wat Menko ook verder gaat bespreken, is Fugro. Ja, Fugro is het eigenlijk een aandeel wat ik denk het heel goed gaat doen. Zeker met oog op die groene energietransitie, waar straks 75% van de winst van Fugro uit de windparken gaat kopen. En je ziet eigenlijk dat het steeds een neerwaartse trend is. Dus ja, je moet niet kopen, je moet niet kopen. Het signaal is rood. Dit is zeg maar op basis van een 1-maand signaal. Maar ga je kijken zeg maar, naar gewoon een 5-daagse signaal, dan zie je dus eigenlijk constant eigenlijk rood. En zien we nu zeg maar, die blauwe lijn loskomen van de moving average. Hè? Dat zie je eigenlijk dus steeds als zo'n blauwe lijn de paarse lijn snijdt. Dan zie je, hè? Zie je sell, sell. Hier gaat die snijden, zie je buy. Hier zie je hem snijden, sell. Hè? Snijden, sell. En nu zie je hem hier, gaat hij weer van het eronder, gaat hij weer doorheen, snijdt hij hem weer. En zien we dus hier een koopsignaal. En nu zit hij eigenlijk een beetje, nou ja, hij blijft een beetje hangen. En wat ik al een paar keer gezegd heb met Fugro is, het is een aandeel... Ja, wat ik niet snap dat het zo lage prijs is, omdat het ja, echt wel een unieke marktkennis heeft. En heel interessant kan gaan worden voor met name die ondergrondse CO2-opslag, waar je natuurlijk ook allemaal zeg maar, metingen moet gaan doen om te kijken welke velden en niet of wel geschikt zijn voor die zeg maar, opslag.
Dus ja, ik ben wel een echte gelover van het Fugro-aandeel. En ik wil alleen maar laten zien, we zitten nu toch echt wel op een moment dat het best wel bodemt. Dus ik denk, ik laat dat nog eventjes in één plaatje dan wat specifieker zien. Dit is dus gemaakt afgelopen van augustus, zeg maar een beetje een jaartje, zeg maar, wat heeft Fugro gedaan? We zien eigenlijk dat toen corona een beetje begon achter ons, dan zie je die opwaartse trend. Maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent, vanaf januari doet het helemaal niks. En dat is eigenlijk wel raar, omdat normaal gesproken ging het altijd hand op hand met olie. Terwijl ze nu nog heel veel olie doen, hè? Want dat die windpark en dat is meer over 2-3 jaar waar ze hun geld uit halen. Maar ook het feit dat er nog steeds goed gezocht wordt naar olie en ook met schalieolie vooral in Amerika, zie je toch elke keer wel dat Fugro weer nieuwe projecten krijgt. En je ziet toch dat het gevangen zit eigenlijk tussen die 8 en de 10. En we zien nu dat we weer onderaan die 8 zitten. Dus ik verwacht eigenlijk dat we weer richting de 10 gaan. Dus houd het aandeel in de gaten. Ik denk dat het een interessant aandeel is. Dus Menko, mag ik jou het woord geven en jouw optieconstructies laten zien? Stop ik even met sharen. Ja, klopt. Dan ga ik beginnen met sharen. Maar even nog een opmerking. Jefta, die had de opmerking gevraagd wat de marge is die vereist is. En die vraag had ik in de chat al beantwoord. Dat jij alleen maar opties koopt. Dus zowel een call optie koop jij. Ja. En een put optie als verdediging. Dus dat betekent dat er bij Maxim, maar trouwens ook bij geen enkele broker, margin verplichting opgelegd wordt als koper van opties. Er is natuurlijk nog wel een variant denkbaar dat je op basis van die gekochte call en put optie nog opties gaat verkopen. Mm-hmm. Maar dat wordt misschien net even iets te ingewikkeld voor de constructie. Maar zoals jij nu de posities hebt, betekent dat er geen margin verplicht is. Inderdaad. Nee. Even kijken. Ja. Beeld naar Menko. Ik werd geroepen. Het is inderdaad. Ik moet eventjes snel gaan het op gaan starten met de PowerPoint. Ronald, mag ik jou vragen of jij jouw video even uit wil zetten? Dan kan hij bij mij helemaal fullscreen gaan. Goedemiddag alle deelnemers van dit webinar. Dankjewel Ronald voor jouw hartstikke interessante presentatie weer. En ik hoop dat daar een klein beetje op in te spelen zoals we het afgesproken hebben. Dus we gaan het hebben over zowel Koninklijke Olie als Fugro, maar dan niet zozeer over de aandelen, maar de meeste mensen die weten dat ik optiegerelateerd handel en werk. Dus ik ga het over optieconstructie hebben. Want mijn stelling is namelijk, opties hebben een thuis, of die horen een plek te hebben in iedere beleggingsportefeuille en ook in die van jou dus. En daar heb ik al een aantal redenen voor. Met name de hefboomwerking. Dus je kunt sneller geld verdienen om met opties te werken dan alleen maar een aandelenportefeuille aan te houden. En zoals Ronald, zoals jij juist ook in zijn portefeuille heeft laten zien, hij heeft dus niet alleen maar een offensieve portefeuille gebouwd onder het motto, nou, we denken dat de koers alleen maar omhoog gaat of alleen maar omlaag gaat en daar ga ik heel veel geld mee verdienen. Maar juist ook die defensiviteit heeft hij ingebouwd door die put-opties te kopen, kan hij dus ook als de markt even bijvoorbeeld een maandje kantelt of tegen zit, kan hij toch nog per saldo geld verdienen. En dat is het leuke van dit instrument. Dus je kunt zowel in opgaande markten geld verdienen, in neergaande markten geld verdienen. En ik zal je straks laten zien dat je in een soort stabiele markt, dus als er weinig beweging in is, dat je dan ook geld kunt verdienen. Mijn stelling is namelijk, je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen en dus geld te verdienen. Nou, geld verdienen, dat willen we allemaal. Dat is ook waarom we in dit webinar zijn ingeschakeld, omdat we zien dat die olie natuurlijk een hele belangrijke factor is geworden, niet alleen op de beurs in Nederland, maar in de wereld. En dat het oliegebeuren zelf juist dan ook een hele belangrijke plek heeft gekregen. Ik ga hier eventjes wat sneller doorheen. Als je niet weet wat opties zijn, ik heb één keer per maand geef ik een webinar bij mijn.beleggen.com, de website van Harm van Wijk, waarin ik echt de basiszaken van opties, waarin ik de basiskenmerken van opties ga toelichten. Maar nu ga ik zo meteen een constructie laten zien zoals we die opgezet hebben op het aandeel Fugro. De meeste mensen die mij kennen, en voor de mensen die me niet kennen, zal ik het heel kort toelichten. Mijn insteek is dat ik een drietal beleggingssystemen heb. Mijn website is optiebeleggen.nl en ik heb daar een drietal beleggingssystemen. Ik hanteer daar namelijk een short strengel op 3 termijnen. Ofwel op korte termijn, dat is op maandbasis, ofwel op lange termijn,
En dan is mijn beleggingshorizon 3 tot 9 maanden. En ofwel op extra lange termijn, hè, daar staat XLT voor. En dan hanteer ik een beleggingshorizon van tussen de 1 en 2 jaar. En ik verkoop call en put opties op de AX-index. En als je, op het moment dat je dat doet, dan is dat een short strangle. Je kunt je daar eens aanmelden. Zoals Ronald ook misschien direct even in de chat even zijn website wil noemen. Hij heeft ook de mogelijkheid om je op zijn website aan te melden om al het nieuws op het gebied van olie, om dat rechtstreeks van hem te krijgen. En ook de mogelijkheid te hebben om natuurlijk met hem te communiceren over wat zijn gedachten zijn ten aanzien van de richtingen. Maar zo kun je ook jezelf aanmelden op mijn website en dan krijg je alle transacties die ik verricht gratis, 1 maand lang. En dan kun je dus eigenlijk zien welke transacties ik verricht, welk risicomanagement ik hanteer, daar kom ik straks ook nog eventjes op terug, en welk rendement ik natuurlijk realiseer. Goed, de meeste mensen die zeggen dan, nou, hartstikke leuk dat jij op de AX aan het handelen bent, maar wat doe jij hier dan in godsnaam met Ronald op aandelen, bijvoorbeeld op olie, dan wel op het aandeel Koninklijke Olie? Nou, daar heb ik een hele goede reden voor. Want de AIX, de meeste mensen weten dat wel, dat is een gewogen gemiddelde van 25 aandelen. Dat betekent eigenlijk dat het ene aandeel nu eenmaal een wat zwaardere weging heeft dan het andere aandeel. En ik heb hier de top 3 aandelen genoteerd. En dan zie je dat Koninklijke Olie meer dan 11% uitmaakt van de weging van de AIX-index. Dus dat betekent als het aandeel Koninklijke Olie gaat bewegen, dat de kans ook heel groot is dat die AIX-index ook die kant op gaat waar, ja, laat ik zeggen, Koninklijke Olie, maar ook Unilever en ASML, ook in bewegen. En dat is natuurlijk voor mij als optieschrijver op de AIX-index weer heel erg belangrijk, want dan krijg ik natuurlijk een idee waar die AIX naartoe gaat en dat is natuurlijk voor mijn rendementsbepalingen weer hartstikke belangrijk. Ik ga toch een hele kleine aanzet geven over call- en put-opties, want de meeste mensen die dan hier nieuw zijn, die wil ik wel helemaal meenemen in het verhaal waar ik straks een optieconstructie op Fugo ga toepassen. Zo moet ik het even netjes zeggen. In optieland heb je 2 mogelijkheden. Een hele flauwe woordschap is, in optieland heb je 2 opties, maar je hebt dus eigenlijk 2 mogelijkheden. We hebben te maken met een call optie of we hebben te maken met een put optie. En zoals je hier ziet, ik zal even kijken of mijn muis wakker wordt hier in het midden. Ben ik ongeveer, daar heb ik een tegenovergestelde pijl neergezet, want een call-optie werkt precies tegenovergesteld dan de werking van een put-optie. Als je het hebt over een call-optie, dan is dat het recht om onderliggende waarde, en dan zou je bijvoorbeeld een aandeel kunnen noemen, maar je zou ook de AIX-index kunnen noemen. Dus dan begin ik even opnieuw en dan zeg ik, een call-optie is het recht om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld het aandeel Koninklijke Olie, te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en ook binnen een bepaalde termijn. En heel belangrijk is dus om in de gaten te houden dat bij opties er altijd sprake is van een houdbaarheidsdatum. Hè? Dus er is geen onbeperkte looptijd. Als je naar een optieserie kijkt, dan zul je altijd zien dat daar een bepaalde looptijd aan vastzit. Nou, op het moment dat een call-optie het recht is om een bepaalde onderliggende waarde, bijvoorbeeld het aandeel Koninklijke Olie, te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn, dan is het logisch dat een put-optie het recht geeft om die onderliggende waarde te mogen verkopen tegen een bepaalde prijs en ook binnen een bepaalde termijn. Ronald had net een heel mooi tabelletje laten zien. En volgens mij had Jan Schotman die voor jou gemaakt, hoorde ik jou tussen de regels zeggen. Nou, hartstikke leuk. Jan is ook een hele fervente poster op mijn.belegger.com. Dus dat is hartstikke goed. Ik heb zelf dit kwadrantje gemaakt. En dan zie je hier, als ik aan de linkerbovenkant zit, hè, dan zie je kopen call staan. Dat betekent dat jij een call-optie moet gaan of wil gaan kopen en dat je een premie moet gaan betalen. Maar dan krijg jij ook meteen bepaalde rechten. Hè? Dus we hadden gezegd, dan krijg je dus het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie bijvoorbeeld te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en ook binnen een bepaalde termijn. En als ik dan schuin oversteek, hè, dus we zitten hier eerst in het linkerbovenkwadrant met kopen call, dan ga ik hier naar rechtsonder, het rechteronder kwadrant. En daar heb ik geschreven schrijven call. En schrijven call, het schrijven van een call-optie, dat is eigenlijk hetzelfde als het verkopen van een call-optie. Dus als verkoper van die call-optie krijg jij natuurlijk, je ontvangt die premie van de koper van die call dan uiteraard, maar daar krijg je ook meteen bepaalde verplichtingen. Het is goed om te weten wanneer je nu een call-optie wil gaan kopen. Nou, Ronald heeft als koper van een call-optie heeft hij een bepaalde gedachte daarachter. Hij heeft namelijk de gedachte dat de onderliggende waarde, en hij heeft het over het aandeel Koninklijke Olie gehad,
dat het aandeel koninklijke olie binnen een bepaalde termijn hard in koers gaat stijgen. Dat is van eminent belang op het moment dat jij een call-optie gaat kopen. En Ronald heeft heel erg goed in de gaten gehad dat die tijdswaarde, dus de beperkte houdbaarheidsdatum van die call-optie, dat je die niet al te kort moet nemen. Want je moet in wezen dus het onderliggende aandeel, moet je de ruimte geven om die stijging, om die verwachte stijging te realiseren. En daarvoor zat hij dus ook op een meerjarig termijn, had hij die call-optie Koninklijke Olie gekocht. Op het moment dat je een schrijver bent, oftewel een verkoper bent van de call-optie, dan verwacht je dus eigenlijk niet dat die onderliggende waarde binnen die bepaalde termijn al te hard in koers gaat stijgen. Dus dan heb je ook, we hadden dus gezegd, je hebt een call-optie en je hebt een put-optie. Dat is natuurlijk een tegenovergestelde werking. En als je dan puur gaat inzoomen bij die call-optie, dan heb je een koper van die call-optie en je hebt een verkoper van die call-optie. En die hebben natuurlijk ook een precies tegenovergestelde visie over wat er met het aandeel gaat gebeuren. Nou, vergelijkbaar is dat met een put-optie. Even in het kader van de tijd schiet ik daar doorheen. En dan kom ik bij de vraag, wat is jouw verwachting ten aanzien van de koersverloop van het aandeel Koninklijke Olie? En heel veel mensen zeggen, joh, dat ding kan eigenlijk omhoog, of het kan omlaag, of het blijft een beetje hangen. Maar als je het in de optiewereld zit, dan betekent dat je die drie mogelijkheden ietsje meer moet specificeren. Want we hadden het ook gehad over, je verwacht dat er een sterke stijging gaat plaatsvinden. Maar er kan natuurlijk ook een kleine stijging gaan plaatsvinden of een kleine daling gaan plaatsvinden. Dus ik heb die drie mogelijkheden, stijgen, dalen of een soort onveranderd koersverloop, heb ik veranderd naar, of meer uitgebreid naar, vijf mogelijkheden. Want dat is voor het belang, bij opties van een heel groot belang. Het is namelijk, als jij aandelen koopt, alleen maar heel erg interessant op het moment dat de onderliggende waarde hard in koers gaat stijgen. Maar dat geldt ook in optieland. Hè? Dus de call-optie die Ronald ook gekocht heeft, hè, daar is het van belang dat het aandeel hard in koers gaat stijgen. En de verkoper van die call-optie, die heeft natuurlijk iets meer mogelijkheden om uiteindelijk ook winsten te gaan maken. Maar daar komt met name ook die bepaalde termijn, komt daar om de hoek kijken. En daar kom ik zo meteen eventjes op terug. Het voordeel van het verkopen van die optie is dus dat die bepaalde termijn gaat lopen en dat de onderliggende waarde, dus bijvoorbeeld het aandeel, slechts een beperkte tijd heeft om die bepaalde beweging, ofwel omhoog ofwel omlaag, te realiseren. Dus die tijdswaarde, dat is in wezen jouw vriend. Hè? Dat lees je ook vaak als je het over opties hebt. Daarbij komt ook nog eens een keer dat er een rekenkundig voordeel is ten aanzien van het verkopen van opties. Namelijk dat 75-80% van de opties zonder waarde afloopt. Dus dan is het eigenlijk ook wel verstandiger altijd om een schrijver van opties te zijn. Het is niet alleen maar hoezan, het is niet alleen maar feest. Want er is ook een heel erg groot nadeel aan het verkopen van opties. En dat is het risico. Ik heb daar niet voor niets een aantal uitroeptekens bijgezet. Nou, ik ben zelf een specialist op het gebied van een short strangle. En zeker als je daarmee aan het werken gaat, dan betekent dat jij als je zo'n positie inneemt, hè, dan verkoop je een call en je verkoopt een put, dan vereist dat een heel strikt risicomanagement. En dat noem ik eigenlijk altijd geldmanagement. Hoe ziet er dat dan eigenlijk uit? Nou, stel voor dat hier het aandeel Koninklijke Olie gepositioneerd zijn. En ik ben een verkoper van een call-optie. Nou, die zit dus aan de bovenkant. Hè, dus ik ga een short strangle positie innemen. Dan ga ik boven de waarde van Koninklijke Olie ga ik een call schrijven, een call verkopen. En aan de andere kant, dus aan de benedenkant, ga ik een short put innemen. Dus ik verkoop een put optie met deze strike price. En als verkoper van die call en die put optie krijg ik natuurlijk een bepaalde premie. En die premie is meteen ook je maximale winst. Nou, hartstikke leuk, hè? Want op het moment dat het aandeel niet al te veel beweegt, dan is het interessant om zo'n short strangle in te nemen. Want dan heb je dus best wel een redelijke bandbreedte gecreëerd om winsten te maken. Echter, het is ook zo dat op het moment dat het aandeel buiten die marge gaat vallen, dat kan dus zijn ofwel aan de onderkant, dus aan de linkerkant, dan zit ik hier, ofwel ik zit hier aan de bovenkant, hè, dus als het aandeel te veel gaat stijgen, dan zit ik daar. Dan betekent ook dat deze twee rode pijlen, ofwel hier rechts, ofwel hier links, in schoen komen. En dan maak jij dus verlies, en dat kan dus ook een heel fors verlies zijn. Dus met deze strategie ga je voor een optimale winst. Je kunt niet meer winst maken dan het ontvangen, de ontvangen premiegelden van de verkochte call en put. Maar je betekent ook wel dat je dus een heel goed risicomanagement moet gaan hanteren.
Wel nu, Ronald en ik zijn in september gestart om eens te kijken of we een bepaalde optieconstructie konden loslaten op het aandeel Koninklijke Olie. Waarbij we al gezegd hebben, nou, we gaan eens kijken naar het aandeel Koninklijke Olie zelf. Dat noteerde toen op dat moment op 12 euro op 10 september. En we hebben toen een voorbeeld genomen. Stel nou eens voor dat je dus een short strangle gaat innemen. Dus dat betekent dat je dan in de december 2020 gaat zitten. Dus ongeveer zo'n 3 maanden looptijd heb je gehanteerd. Dus veel korter dan wat Ronald in zijn portefeuille heeft. Maar ik wou eventjes laten zien hoe je kunt gaan spelen met het verkopen van een call en een put optie. En daar hebben we een bepaalde premie voor gehad. 80 cent in zijn totaliteit, oftewel 80 euro. Want je mag altijd, als je met opties werkt in aandelenland, maar moet je dat altijd met 100 vermenigvuldigen. Het idee was eigenlijk, op het moment dat ik 30 euro krijg, ik zit hier eventjes met mijn muis voor de geschreven, dus de verkochte call optie. Ik krijg 50 euro voor de verkochte put optie, dus 80 euro in zijn totaliteit. Nou, de marginverplichting, daar ben net al een vraag over gesteld. Hè, welke margin is vereist bij de positie van Ronald? Nou, dat is nul, want Ronald verkoopt geen put opties. Ik ben wel een voorstander van het verkopen van put opties. Dus, maar dat betekent op het moment dat je deze short strangle inneemt, dan vereist de broker 320 euro aan marginverplichting. Nou, op het moment dat ik 80 euro ontvang op een marginverplichting van 320 euro, dan betekent eigenlijk dat ik binnen 3 maanden 25% rendement wil gaan maken. En dan kom ik weer een klein stukje terug op die hefboom waar ik in eerste instantie over sprak. Want op het moment dat je 25% rendement kunt maken in 3 maanden, en dit grapje kun je 4 keer per jaar uithalen, betekent dat je 100% rendement in 1 jaar kunt gaan maken. Nou, we gaan eens kijken of we dat gerealiseerd hebben. Ik ga eens even dit scherm stoppen met delen. En ik ga naar mijn ProTrader accountje. Ik ga eens even het aandeel Koninklijke Olie naar voren toveren. En dan zie je, eventjes kijken naar een jaar, even maar eens eventjes hier gaan zitten. We zaten toen ongeveer hier op die 12 euro. En je zag toen dat het aandeel flink in waarde is gaan bewegen. We zijn een stuk hoger gegaan en we zijn hier toch wel, even kijken, ik zal dit eens even weg tikken, want die vind ik eigenlijk altijd irritant. Maar je ziet hier dat we op een gegeven moment op een laagste punt van zo'n, nou, iets onder de 10 euro, 9 euro, 80, 9,85 euro zal ik ongeveer afronden. Dus we zijn toch wel van die 12 euro af flink naar beneden gegaan. Alvorens, hè, dus de vervolgstap is eigenlijk dat we een hele grote stap, of hele grote stappen omhoog zijn gaan zetten. En dat er, ja, hè, met een kleine tussenfase, dat we op een gegeven moment hier ergens in maart zo'n beetje, nou, pak een beet 18,5 euro, bijna 19 euro aangeraakt hebben. Dus en ja, zeker vanaf, laat ik zeggen, dit niveau, betekent dat we bijna een verdubbeling hebben meegemaakt in het koersverloop van Koninklijke Olie. Nou, ik had je gezegd, ik ga weer even terug naar mijn PowerPoint, even kijken of ik dat nog handig terug kan toveren. Ik had je gezegd, nou, dit is het koersverloop, hè, dus hier zei ik inderdaad, we hebben een forse stijging gehad van 12 euro tot onder een tientje. En toen vanaf dat tientje, iets onder dat tientje, naar die 18,5 euro. Dus een stijging van 85%. En ik was nou juist eigenlijk die short strangle had ik ingenomen vanwege het feit dat het aandeel Koninklijke Olie niet al te hard in koers ging bewegen. Nou, je ziet dan ook dat er problemen zijn gekomen in dit voorbeeld. Dit zijn een aantal koersverlopen van elke maand dat Ronald en ik dit webinar gegeven hebben. Maar ik wil je hier wat sneller doorheen lopen in het kader van de tijd. Want je ziet dus dat ik op een gegeven moment ben gaan doorrollen. Mijn geldmanagement is in gevaar. Door mijn geldmanagement is mijn stoploss is geraakt. Hè. Ik had van tevoren een handelsplan gemaakt. Dat raad ik iedereen op het moment. Raad ik iedereen aan op het moment dat je ofwel in aandelen gaat. Met aandelen gaat werken. En zeker als je met opties wil gaan werken. Bepaal van tevoren jouw stoploss. Zorg ervoor dat je geldmanagement, je risicomanagement goed op orde is. En je zag er op een gegeven moment dat ik die call optie terug ben gaan kopen. Dus ik heb hier in deze call optie december ben ik terug gaan kopen.
En die heb ik vervolgens doorgerold naar de maartserie 2021, waarbij ik de call 17 en de put 14 heb geschreven. Mijn 100% rendement doelstelling, die kon ik uiteraard niet halen, want je moet ingrijpen. Dus dan zou het 21,5% gaan worden met een half jaar. Nou, doe je deze grap dan twee keer, hè, dan zit je nog steeds ruim op 40% per jaar. En zou dan ook nog steeds een prima rendement zijn. Nou, het vervolg is in wezen goed gegaan. Hè. We zijn weer een aantal keren doorgerold. En uiteindelijk is er een bepaald rendement gemaakt. Maar het is ook wel zo dat je telkens, met het aandeel Koninklijke Olie, moest ik telkens posities door blijven rollen. Dus wat was dus mijn voorlopige conclusie? Toen ik bij een vermogensbeheerder werkte in de jaren 90, toen hadden wij het aandeel Koninklijke Olie in portefeuille zitten. En wij zeiden wel eens op het moment dat het 5 cent beweegt, dan schiet heel Nederland in de paniek. Want ja, het aandeel Koninklijke Olie is een wezen- en wezenfonds. In wezen was het normaal dat er 1 cent of 2 cent per dag beweging was. Dat is ook de reden dat ik geloof heel de koninklijke familie fan is van Koninklijke Olie, of die aandelen in portefeuille heeft. Dus vroeger was het zo, ondanks dat ik niet al te oud ben, maar mag ik toch over vroeger praten, was het aandeel niet al te bewegelijk. En je zag met die short strangle dat ik regelmatig moest blijven ingrijpen, moest blijven doorrollen om mijn R, om mijn rendement te realiseren. En toen hebben we het eigenlijk eens anders gedaan. Toen zijn we op 6 april gezegd van, als we nu eens even afstappen van het aandeel Koninklijke Olie, want dat was in wezen te bewegelijk voor het voor die short strangle die we gedaan hebben. Maar zullen we nu eens kijken of we door middel van een long straddle een positie in kunnen nemen, zodat we in wezen in gaan spelen op die bewegelijkheid van de olie. En dat het aandeel Fugro dus meegaat in die beweging van de olie. Nou, Ronald heeft al een klein beetje het gras voor mijn voeten weggehaald, want hij liet ook al een schemaatje zien dat hij zegt, hey, uiteindelijk heel raar, want Fugro heeft altijd meegevaren op de koers van de olie. Die is omhoog gegaan en Fugro is blijven zitten, blijven hangen tussen die 10 en 8 euro. Even dan die optieconstructie waarbij we gezegd hebben, nou, ik ben een klein beetje van mijn geloof afgevallen. Ik ben een continue schrijver van opties, van call en put opties. Maar laten we eens een long straddle gaan innemen. En dat betekent dat we een call gaan kopen en een put gaan kopen. En zo ziet het plaatje, het winstplaatje dan uit. Dit is de onderliggende waarde van een aandeel. Hè? Dus dat is niet het aandeel Fugro, hè? Want dat staat tussen 8 en 10 euro, maar even voor het idee. Dus op het moment dat je het aandeel Fugro ofwel hard omhoog gaat, Ronald dus gelijk krijgt dat het deze kant op gaat, of hij krijgt mega geen gelijk dat het aandeel fors omlaag gaat, dan zit ik met de winstmogelijkheden. En zo'n constructie heb ik opgezet toen in april. En toen hebben we dus een call en een put record, de juniserie 9,20 euro hebben we gezegd. Daar hebben we toen 1,30 euro voor moeten betalen. Hè? Dus 60 cent voor de call, 70 cent voor de put. En dat betekent dus op een gegeven moment dat jouw break-even point gaat worden 7,90 euro en 10,50 euro. Hè? Dus dan tel je die 1,30 euro op bij die 9,20 euro. Hè? Dan kom je op die 10,50. Of je trekt die 1,30 euro af van die 9,20 euro en dan kom je op 7,90 euro. En toen zeiden we, nou, we gaan eens even kijken of het aandeel Fugro dus inderdaad die forse beweging ofwel omhoog ofwel omlaag gaat maken. Maar als je dat doet, dan hebben we geluk, want dan hebben we het goed gedaan. En de conclusie was eigenlijk, en Ronald heeft die zojuist laten zien, Fugro heeft in die zin te weinig bewogen om deze long straddle winstgevend te maken. En dat zie je hier ook. Op 18,6 was de call optie was 0 geworden. De put optie was nog 80 cent waard. Dus per saldo hebben we geld verloren op deze constructie. Wat was dus die conclusie? Een long straddle, dus het kopen van een call en het kopen van een put optie of Fugro, dat heeft hem niet gedaan. Achteraf gezien hadden we dus beter een short straddle kunnen nemen, dus die call en put optie kunnen verkopen. En dat is nu ook precies wat ik ga voorstellen in de nieuwe positie. We gaan eens kijken of zo'n short straddle Fugro dan gaat werken. Ik heb de koers van het aandeel Fugro vanochtend genomen. Dat was 8,26 euro. 8 euro en een kwartje, om het even maar zo te zeggen. Ik wil er even nog voor alle duidelijkheid
bijzetten. Dit is een voorbeeld. Dit is niet een positie die ik daadwerkelijk ingenomen heb. Maar dit is een voorbeeld, laat ik het even netjes zeggen, ter lering en de vermaak. We hebben dus vanochtend gezegd, we gaan kijken naar een straddlepositie. We gaan dus dezelfde looptijd hanteren, september 2021, ik zit hier. We gaan dezelfde uitoefenprijs gaan we noteren, die €8,20. En we gaan de call verkopen. Daar heb ik vanochtend dan 70 cent, zou ik daarvoor kunnen krijgen. Ik ga de put verkopen, daar krijg ik 65 cent voor. Oftewel, ik heb €1,35, oftewel €135 ontvangen. En dat betekent dus eigenlijk weer dat ik weer terug ga naar mijn favoriete stelling, hè, want ik ben een verkoper van opties. En ik zeg eigenlijk, nou, we staan op dit moment op €8,25. Die ene cent die mag je even van mij te goed hebben. Het aandeel Fugo mag tot en met de derde vrijdag van september, dus tot en met die expiratiedatum, mag hij onder €9,55 noteren. En hij moet boven de €6,85 noteren. Hoe kom ik aan deze getallen? Om winst te maken. Hè? Dus laat ik het even mijn verhaal afmaken. Dus het aandeel moet tussen die €6,85 en €9,55 blijven hangen. Zoals Ronald eigenlijk ook gezegd heeft, dat heeft hij de laatste tijd allemaal blijven doen. Dus ik ga er even vanuit dat hij dat ook de aankomende tijd gaat doen. En dan kan ik dus €135 verdienen. Die long straddle positie, nou, hè, mijn stelling was eigenlijk weer correct. Dat ik zeg, nou, ik ben geen voorstander van het kopen van opties. We gaan toch maar weer verkopen naar mijn stokpaardje toe. Onder het motto, wie schrijft, die blijft. Dus we gaan het nu zo doen dat we de aankomende 2-3 maanden, dus de maand juli, augustus en ook september, gaan we eens kijken of deze verkoop, dus die verkoop van die straddle, of die dus inderdaad dan wel winstgevend zou kunnen zijn. En wat dat betreft dan, ja goed, hè, dan moet het aandeel Fugo dus in wezen blijven voortdoen wat hij de laatste tijd allemaal gedaan heeft. Eens even kijken, Ronald, als ik jou mag vragen dit is die short straddle, of er vragen zijn uit de chat. Ik zie geen vragen verder, die heb je al laten zien. Dus ik denk, ik zie nieuwe vragen, om het zo maar netjes te zeggen. Wat zeg je? Dat? Nieuwe vragen, Benko. Ja, nou, dat is dan een goed teken. Nogmaals voor alle duidelijkheid, de posities die Ronald heeft laten zien, dat zijn daadwerkelijke posities die hij ingenomen heeft. Die kun je ook, als je lid wordt op van zijn website, kun je daar ook de actuele stand van de portefeuille zien. En natuurlijk ook de updates die hij maakt, hè, de veranderingen in transacties die hij doet. Even alle duidelijkheid, dit is dus een voorbeeld wat van deze short straddle. Die heb ik niet in portefeuille. Die wil ik puur laten zien van, zou deze optieconstructie kunnen werken? Dat even voor alle duidelijkheid. Ik zie dat Jan-Robert een heel mooi microfoontje voor zijn mond heeft en... En iets op zijn oren. Wat heb je precies op je oren? Een mooie koptelefoon of wat doen we? Ja, gewoon headset, hè? Oh, een headsetje, ja. Headsetje, ja. En dus ik denk dat het op zich wel een mooie sessie is geweest weer met veel nuttige informatie. Ja, Ronald en Menko, bedankt, zegt Christophe. Heel erg bedankt voor je duidelijke presentatie. Het is echt goed geïllustreerd. En dankjewel, Christophe. Oprechte dank, Christophe. Hartstikke leuk. Ja, leuk. Charles is er. Oh ja, Charles is er ook leuk. Hans erbij. Jeffrey erbij. Ja, de groeten zeggen allemaal. Ja. Ah, Jeff is op de base. En kijk, ja. Lachen. Ja, volgende week probeer ik daar naartoe te komen, inderdaad. Dat is mooi. Leuk, Jeffrey, dat je aanwezig bent. Oké. Okay. En ik denk dat Motion ook wel aanwezig is op Schiphol dan. Maar ik heb vandaag verplichtingen, dus dat lukt mij niet. Dus, okay. Hartstikke mooi. Hey, heren, Ronald en Menko, bedankt voor jullie goede presentatie natuurlijk weer. En, hartstikke goed. Ruud zegt ook weer wat geleerd vandaag. Leuk dat erbij was, Ruud. Daar is het om te doen. Hè? Ja. Jean-Pierre is erbij, dankjewel. Dank allen. Nou, hartstikke leuk.
We gaan het zo doen dat we deze sessie volgende maand nog een keer inplannen. Zodat Ronald ook weer zijn fundamentele analyse over de oliewereld. Hè, daar is natuurlijk van alles en nog wat te beleven. En dat je dan op basis van die informatie op de hoogte gehouden wordt. Nou, en ik ben ook natuurlijk benieuwd hoe deze Fugo-constructie gaat aflopen. Daar wil ik je dan graag van op de hoogte houden. Dus wat dat betreft dan krijg je aan alle kanten informatie. En dan hopen we dat je inderdaad iets geleerd hebt, zoals gezegd. Ja, jouw motto van Short Straddle op Fugo is dan geven is beleven, of niet? Geven is beleven. Ja, geven is short gaan, is gewoon verkopen op een beurs staan, is dat. Oké, ja, ja. Dus, ik wou zeggen, Rienne van Plu, het geld is niet meer van u, maar je bent een verkoper, hè, dus je ontvangt de premie. Ik dacht dat je daar even bedoelde. Ja, ook. Maar ja, geven, zeker. Dat is zeker beleven. In ieder geval bedankt. Nogmaals, morgen is weer een sessie, Ronald. Volgens mij met je razende renewable race zeker, of niet, Ronald? Ja, morgen ga ik het hebben over uranium en hoe je daar geld aan moet gaan verdienen. Oké. Ja, moet is een groot woord, hè, maar willen gaan verdienen. Dus ik ga wat vertellen over kerncentrales, wat technieken. Om iedereen een beetje een goed, zeg maar, objectief beeld te krijgen over wat nou die ontwikkelingen zijn, om een beetje de onzin en de waarheid uit elkaar te halen. Goed. Dus ja. Dat is het idee morgen. Hey Menko, bedankt voor jouw presentatie. En zo zie je maar dat je met opties alles kan, hè? Ja, je hebt meerdere opties zeker. Hè? Dat komt helemaal goed. Ja, absoluut. Dankjewel, Ronald ook. Hartstikke interessant. Ja, Robert ook voor je tijd en je hosting. We spreken elkaar weer. Bedankt allemaal. Fijne dag verder. Dag.